Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. Het is voor mij alweer een hele tijd geleden dat ik dit heb opgenomen en ik zag dat ik hier nog een coin miste. Dus het is voor ons even de zaak om die coin te gaan halen. Alleen is natuurlijk wel het probleem dat ik dus al een tijdje niet meer gespeeld heb en ik dus helemaal niet meer weet hoe het ook weer zat in dit level. Oh ja, 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 het begint weer wat te dagen. Die derde kon ik niet vinden en ik weet nu waar die is, want dat had ik namelijk vlak na de vorige aflevering heb ik dat heel even snel opgezocht en ik dacht van ja, anders anders blijf ik zoeken natuurlijk. Maar ik weet weer waar die was. Ik zal sowieso moeten wennen weer even aan de knopjes. Nou, zoals je ziet heb ik de wenning wel even nodig. Oh, dat ging bijna wat. Ja, oké. Goed, goed begin van de aflevering. Ik ben benieuwd of Special World 8, waar we nu in zitten, ook een uitbreiding heeft zoals Normal World 8. Wat spring mechanics in deze game, als je het even een tijd niet hebt gespeeld zoals ik nu, ik denk dat het een week of drie geleden is denk ik dat ik voor het laatst gespeeld heb, dat het echt even wennen is, weer opnieuw wennen van hoe die spring mechanics zijn. Kijk, als ik een paar afleveringen achter elkaar opneem, dan heb ik na de derde aflevering dan zit ik daar weer helemaal in, alleen nu moet ik daar weer echt heel erg aan wennen. Is goed. En nu is het zaak van zo meteen de coin fixen. Je moet het maar weten, hè? Oeh, dat ging bijna fout, hè? Ik viel bijna in de Mr. Lava Lava. Aansluiten, want ik heb de gouden vlag al. Nice! Oké, goed begin van deze aflevering. Wahoo! Grote vraag is natuurlijk ook, is dit de laatste aflevering of niet? Moet ik nog maar drie levels? Of, oh tuurlijk, ga maar lekker rennen hamster. Dat is super fijn op dit moment, terwijl ik aan het opnemen ben. Let's go. Oeh, weer een op tijd level. Oeh, wat een spannend muziekje. Ik vind het wel jammer dat mijn hamster, die nooit overdag geluid maakt, opeens denkt van, yo, zal ik eens geluid maken? Okay. Ik hoop niet dat jullie daar te veel last van hebben. Het is voor mij vooral qua concentratie een beetje irritant. Oh, dat gaat niet goed. Heel wel. Oh.
Dit wordt nog een moeilijk level. Oh, dat is echt super irritant. Waarom moet het beest nu herrie gaan maken? Dat beest maakt nooit, nooit herrie over dat. En nu, net terwijl ik aan het opnemen ben, moet hij herrie maken. Wacht, stel nou even laten we hier gaan. Is hier dan een coin? Ja, ik ben zo'n mastermind. Oh. Oh, dit level gaat op tijd. Ik zou het niet vergeten. Dan niet. Nee, maar laten we gewoon, verder gaan. Die is belangrijk. Ja. 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 Okay. We hebben nog een tijdje gepakt. Nog een tijdje. Ik vraag me af wat hier de bedoeling is, kutzooi. Ik heb geen idee wat hier de bedoeling is. Ik denk dat ik hier daar met een hamerbro of zo moet komen. Of met een telukisu. Ik heb de coin wel gezien, maar ik heb geen idee hoe ik die coin moet pakken. Auw. Fuck, ik heb de andere coin al gezien, maar ik weet het. Oké, we moeten toch nog terug. Laten we dit even doen. Oeh, die twee coins worden een moeilijke verhaal. Nou, we moeten toch terug. Dit is een erg moeilijk verhaal. Oké. Laten we naar level 1 gaan. Hier. En dan gaan we kijken of we van de tenuutjes kunnen fixen. Oh fuck, ik ben klein. Dat helpt ook niet. Dan moet ik het zo nog een keer doen. Kijk, deurie. Geef ook niet, hè? Sad. Moet ik hem opnieuw doen? Dat bedoel ik. Nou, gaan we hem opnieuw doen. Eigenlijk moet ik een boomerang hebben, maar... Hiermee moet het misschien ook wel lukken. Oh.
Oké, nou hebben we weer zo'n vet coole Tanuki suit erbij gehaald. Daar moet het wel mee gaan lukken. Hopelijk. Zo, dan gaan we naar Special World 8. Goed, we gaan nog een keer proberen met de Tanuki suit. Want met die tweede coin heb ik geen idee hoe ik dat moet halen. En met die derde heb ik wel een idee, maar dat gaat een heel lastig ding worden. Oh, niet vergeten dat ik wel gewoon die dingen oppak. Zo. Nog fout ook. Kut, nee. Oeh, dat ging goed. Oké. Kut, nee. Oh, fuck. Nu moet ik dat weer opnieuw doen, dat haat ik echt. Ik heb een idee. Kijk. Dat is top. Nu maakt het veel meer sens. Alleen raak ik er wel veel meer tijd door kwijt. Kut. Oh, ik ga het niet eens halen. Het is nog steeds mogelijk, alleen we hebben heel weinig tijd. Kijk, dat is top. We hebben er nu eentje die we net niet hadden. Wat een gedoe.
gehaald. Nice. Was een spannende jolijt. Nice. Let's go. Speciaal 8.5. Oh nee, een kosmos. Kut. Ik dacht met zo'n tanuki is het wel makkelijk. Nou, dat klopt ook. Alleen moet je dan uitkijken dat je niet een soort van dood gaat. Vraagje, hè? Hoe? Dit level is zo kut. Oh mijn god. Te veel concentratie. Kan ook bijna niks zeggen voor deze aflevering. Helaas. Oeh, diepte. Ik heb het heel vaak al gezegd in deze serie. Maar diepte is echt, echt funest in deze game. Want diepte moet je het niet willen hebben. Want dat is niet te doen. Zo. Oh, diepte. Fix je dieptespel. Leuk. Hoe dan? Hoe moet ik dat dan halen? Nou, we hebben de derde coin nog niet eens gezien. Nintendo fix je spel. Dit level is zo fucking hard.
Oké. Kut, nu moet ik deze kut level opnieuw doen. Dit is wel de moeite waard. Dit is wel de moeite waard om nog even terug te gaan voor van die vet coole tanuki suits. Dat is de moeite wel waard. Oh wacht, ik moet zo nog een keer. Weet je wat? Ik ga deze aflevering beëindigen. Want ik denk zomaar dat de volgende aflevering de laatste aflevering is. Waar we de laatste levels gaan doen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik heb niet zo heel veel gezegd. Dat komt omdat de levels steeds moeilijker worden. Zien jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering. Adios, amigos.